wij zijn onderweg naar iets heel cools. We hebben namelijk een nieuwe samenwerking samen met Harcourt. Dat is een heel mooi paardenmerk, maar wel een Frans merk. In Frankrijk, er zit maar één land tussen. Dus we dachten, we gaan gewoon langs. Ik heb vandaag vrij, want ik heb mijn toetsweek zit erop. Dus we zijn in Viva la France onderweg naar Harcourt. Welkom in Parijs. Grapje, dit is Lille. We gaan via Harcourt, via Google Maps even op zoek naar Harcourt. We gaan er even heen lopen. Loop je gezellig mee? Ik had nooit verwacht dat ik zo in Frankrijk zou lopen met mijn laarzen, met schoenen, weet ik veel wat. We zijn bijna bij Harcourt. Bonjour. Nee. Zijn wel mensen ervoor aan het roken. Foei foei. Ik vind het heel raar om zo binnen te lopen met mijn paardendingen van yo. Hey! Nou, dit is het eerste setje. Ik ben gesteld. We hebben een combinatie van paardrijden. Tada! Er zit een hele mooie kont. Ik heb je van die glitters hier. Dan hebben we van de club hebben we een shirt in dezelfde kleur. En dan hebben we nog een heel mooi jasje. Aan de binnenkant hebben we een soort speciaal patroon. Ik weet niet precies waarvoor het is, maar ik vind het in ieder geval mooi. En hij is lekker licht en waterdicht. Dan heb je ook nog de capuchon. En die kan er nog van af. Dat ga ik nu niet doen, want het is niet van mij. Maar ja, en je hebt hier ook een soort grip zitten. Mooi. Accour. En voor het paardrijden is het handig. Want het kan wel eens zijn, daardoor beschadig je zadel, dat dit de hele tijd zo tegen de onderkant aankomt. Hoppa! Paardrijden als Superman. Nee. En het is ook minder makkelijk. Kijk, je hebt ook van die paarden. En die gaan dan aan je rit zitten. Dit is ijzer. Dat stoppen ze wat minder makkelijk in hun mond. Dus dat scheelt ook. En zat ook een mooi Harcourt op. Ah, oui, oui. Nee. Ik kan zo door als Française. Vind je niet? Oh, wauw. Nou, ze hebben ook van Harcourt de City Collection. Tada. Ja, ik moet er even aan wennen. Want ik ben zelf erg Nederlands. Maar ik vind dit zo leuk. Ik heb er niet echt woorden voor. Het is wel echt. Ik vind het echt gaas. Ik moet er wel. Ja, kijk. Ik heb ook een kont erin. Nee, dat gaf je. Ja, misschien is dit wel leuk voor de vetcheck of zo. Als je dan vetcheck hebt en het is lekker warm. Het is ook heel luchtig. Het is ook. Ja, ik kan echt een soort doorheen kijken. Oei, oei. Nee. Ja, heel Frans. Oh, dat doet me denken aan Disneyland Parijs. Heb je ook zo'n jus. Ik heb natuurlijk al een hele mooie matching set aan. Waardoor natuurlijk ook een matching dekje bij. Ze hebben eigenlijk bij elk setje of bij elk dingetje hebben ze wel een leuk dekje erbij. Allemaal gave kleurtjes, zelfs in het pimpelpaars. Oh nee, dat heet vast weer anders, sorry. Ik kan niet alle Franse namen. Kleuren. Kleuren, ja. Oh ja, dat kan ik een beetje, maar ik weet niet precies welke kleur het is. Super gaaf dus, bij elk setje dat je hebt. Zelfs met glitter. Hoe noem je dat ook weer in het Frans? Paillette. Paillette. Kan je iets uitkiezen. Dit is mijn nieuwe wedstrijdset. Nou, ik heb een mooi blouseje aan. Nee, shirtje, wedstrijdshirtje. En die is chic. Dus dan kan je hem ook nog dragen, gewoon zonder plastron. Dat mag natuurlijk tijdens het springen. Super gaaf. En het jasje. Tada. Even een little turnaround. Dan een hele mooie broek. En dan alweer met glitters op de kont. Dus een show erin en dus ik ga het zien zo, oh, glitters. En natuurlijk gewoon een mooie laars erbij. De foelie set. Je kan door een gaatje, kan je de dingen, ja, ik weet niet precies hoe je dat noemt, de clipper. En die doe je dan voor aan je zadel. Dan kan het dicht met eerst een rits. En dan heb je nog steeds een mooi postuur. En dan kunnen de knoopjes nog dicht. En zo zie je er toch nog netjes uit, ook al heb je een air jacket aan. Dus ben je en veilig en chic. Ook niet heel dik in of zo. Je hebt wel dat je hier dan de
ja, vuller, hoe noemen we dat ook alweer? De capsule zit, maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit. En je ziet gewoon mooi je dingetjes. En dan kan je dit zo vastmaken. Dan heb je hier de opgeblazen versie. Helemaal opgeblazen. En dit zit dan zo eronder. En het is dan precies in dezelfde maat. Dat het ook voor zorgt dat het je jasje niet kapot maakt. En sowieso is het erg stretchy. Dus de kans dat het kapot gaat is zero. We hebben nu casual en paarden bij elkaar. Hele lekkere warme trui, zeker voor in de winterdagen. Er staat heel mooi het logo op. Ik vind het ook heel chic. Ja, het is natuurlijk Frans, het is altijd chic. Maar ik vind het heel mooi, chic. Nou, dat was ons avontuur in Lille weer. We hebben ook nog een rondje rond de stad gelopen. Even lekker gegeten. Maar het is nu alweer tijd om naar huis te gaan. Ik wil Arcour heel erg bedanken voor alles. En ook die hele lieve meiden, Laure en Lola. Hele lieve meiden, heel erg bedankt. Ik kunnen jullie niet verstaan, maar ik wil toch even bedankt zeggen. En Josephine. Ja, en Josephine, of course. Ja, we hebben alles gepast. Ik weet nu precies welke maat ik heb, welke kleuren me goed staan. Wat voor setjes volgens hun goed bij elkaar passen. Dus ik kan nu in Franse stijl gaan rijden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En een mooie samenwerking met Arcour tegemoet gaan.